Het is vrijdag de 13e april 2018, 17:01 geweest. Ik zet het geluid van mijn telefoon uit. Ik hoop dat u dat, of dat jullie dat, bij jullie telefoon ook doen. Dat scheelt onrust. Niet dat we niet van onrust houden, maar niet van dat soort onrust. Heel hartelijk welkom allemaal bij deze historische herberg Arnhem. We zijn toe aan de vierde herberg in ons 9e seizoen. Jawel. En mijn naam is Sjaak Boom. Ik ben vandaag waard van dienst en leid jullie veilig door deze herberg. Vroeger, nu gaan we even terug in de tijd, hè. Vroeger kreeg je na zo'n historische herberg altijd in de mailbox een missieve, een soort samenvattend verslag. Nou, dat doen we niet meer. We gaan met onze tijd mee. Tegenwoordig kun je alles terug. Hoor ik daar enig protest? Nou, daar kan ik niet zo goed tegen, hoor. Maar goed, dit protest neem ik mee naar het overleg met mijn collega herbergiers natuurlijk. Niet dat we daar veel mee zullen doen, schat ik zo in, maar ik neem het mee. Maar in ieder geval, tegenwoordig is er een website die heet www.historischeherberg.nl. En daar zie je nou eigenlijk alles terug. En niet alleen van deze herberg kun je er alles terugzien, maar ook van alle vorige herbergen. En het gaat terug volgens mij tot seizoen 1 wel. Seizoen 1, herberg 1. Niet. Oh, het gaat terug tot seizoen 1, herberg 2. Ja. Van 1 zijn geen beelden bewaard gebleven. Dat is op zich jammer, maar niets aan te doen. Wat staat er op het programma? Nou, vorige keer was ik er niet. Dus ik heb alles teruggekeken, hè, op de site. En jullie zaten vreselijk te klappen. En dat geklap had te maken met met onbekende Arnhemmers. Met een eigen straatnaam. En nou, jullie wilden iets weten over mevrouw van Wageningen. Dus nou, straks krijg je er alles over te horen, over het al dan niet wilde leven van mevrouw van Wageningen. En we hebben Alte de Jong die vertelt over de opening van het Openluchtmuseum, die is dit jaar precies 100 jaar geleden. En Onno Derks is er en die gaat vertellen over de Korenbeurs op de Korenmarkt. Nou, daarover straks meer. We hebben dit jaar de serie Onbekende Arnhemmers met een eigen straatnaam. Aanleiding was dat we vorig jaar de grootste Arnhemmer aller tijden hadden. Hè. Nou, dat vond allemaal leuk en aardig, die grootste Arnhemmers. Maar een beetje zielig voor al die onbekende Arnhemmers, waar toch ook een straatnaam naar genoemd is. Vorige keer was op 9 februari. Zijn gepresenteerd de Willem Roodbeenhof, de Van Wageningenstraat, de Willem Beierstraat, het Jan Dommeringpad en het Schepen van Allerpad. En de meeste decibellen aan applaus gingen uit naar mevrouw Jacoba van Wageningen. Of was al dat applaus nou misschien bedoeld voor de preview van Jan de Vries? Misschien dat wel. Nou, hoe dan ook, jullie krijgen ze vandaag allebei. Jan de Vries, die zich voor even verplaatst in Jacoba. Even kijken, wat Gerarda, Romein volgens mij, van Wageningen. Hier is Jan de Vries. Goed, dames en heren. Heb ik ook een microfoon nodig? Of zal ik het zo? Nou, je hebt een eigen microfoon. Dames en heren, de Van Wageningenstraat. Voor de mensen die wat minder bekend zijn met de plattegrond van Arnhem. Wij zitten nu hier in de Watermolen en u kijkt neer op het station met Heijenoord en de Amsterdamse weg. En die hele mooie straat daar, die een beetje in een kronkel loopt. Want we zitten echt op de stuwwal die van de Veluwe naar de Rijn gaat. Het is ook nog een heuveltje. Dat is de Van Wageningenstraat. Die is ongeveer aangelegd in de jaren 25-30 van de vorige eeuw. Kijk, en toen zag het er zo uit.
Dan ga je toch prachtig naar boven. En in 1970 zien we al de eerste kevers verschijnen. En nu is het eenrichtingsverkeer met blik aan beide kanten. Nu kom je er echt niet meer door. Het is eenrichtingsverkeer geworden. De Van Wageningenstraat. Die dus niet naar Wageningen leidt. Nee, gaat van hier zo, de Veluwestraat, naar de Noordelijke Parallelweg. Hoe is dan de Van Wageningenstraat aan haar naam gekomen? Nou, dat heeft alles te maken met mevrouw Van Wageningen. Dit is een beroemde topografische kaart van kapitein regimenter infanterie PKPJ van Sloten uit 1874. En daar zien we nog Heijenoord op met het landgoed, de buitenplaats Rozorum. Gebouwd in 1852 door de bekende architect Willem Fromberg. Ook natuurlijk van de Fromberghuizen, Beaulieu en alle andere prachtige villa's rondom Heijenoord. En hij heeft in 1852 een nieuwe villa laten plaatsen op de Amsterdamse weg, Rozorum. Daar stond al een herberg met die naam en ook een rozentuin. En later is er ook weer een kwekerij gekomen die ook Rozorum heette. Maar eigenlijk gaat de geschiedenis van de Wageningenstraat eigenlijk parallel met de geschiedenis van buitenplaats Villa Rozorum. En dat wilde ik laten zien aan de hand van het leven van mevrouw Van Wageningen. Maar daarvoor moeten we naar Friesland. Naar Jellum en Jelsum. We gaan van de ene buitenplaats Rozorum naar twee andere prachtige buitenplaatsen. En dat hebben die Friezen dat toch zo mooi in hun taal uitgedrukt. Het zijn stinsen of staten. En we gaan eerst iets ten noorden van Leeuwarden, vlak onder Stiens, boven Leeuwarden. Want daar is de Dekema-staten. De Dekema-staten is een prachtige buitenplaats, schitterende tuin. Is ook museum, kunt u bezoeken op prachtige dagen als deze. En dat ziet er zo uit. Iets heel anders als die villa's die wij hier gewend zijn in Arnhem. Versterkte boerenwoningen, ja, en adellijke families namen die over. En in 1792 wordt een zekere Gerardus van Wageningen, daar hebben we hem, wordt eigenaar van de Dekema-staten in Jelsum. En hoe komt hij daaraan? Hij trouwt handig. Hij trouwt met deze knappe jonge dame, Juliana Hout. En die heeft de Dekema-staten geërfd van een of andere verre oom. Maar Julia die erft en Gerardus die gaat bezitten. Ze krijgen 5 kinderen en als Gerardus sterft, wordt er geloot onder die kinderen wie de Dekema-staten krijgt. Ze deden nog niet aan raadgevende referenda in die tijd, nee, er werd gewoon geloot. En Jacobus, die erft de Dekema-staten. De oudste zoon, die vist achter het net, dat is Jan Hendrik Jetsen, en die erft de Mammema-staten. En die ligt weer ten zuiden van Leeuwarden. En dat zien we hier. En die Mammema-staten, dat stelt niet zoveel voor. Het is een prachtige naam, maar het is eigenlijk een vervallen boerderij. En in 1850 blijft er nog maar heel weinig van over. Die Jan Hendrik Jetsen van Wageningen, die is getrouwd met Margaretha Krommelin. En die komt uit Roosendaal, hier vlak vandaan. Ze wisten wel waar het geld zat natuurlijk, ook in Friesland. En dit is een bijzonder huwelijk, dames en heren. Ik had u de vorige keer wat spannende liefdesverhalen verteld. Nou, dit is niet zozeer spannend als wel opzienbarend of voor de goede verstaander schokkend. Deze twee trouwen in 1825. Margaretha sterft helaas al 17 jaar later, 15 jaar later, op 37-jarige leeftijd. En ziet, ze hebben een bijzondere prestatie geleverd. 11 kinderen heeft zij in die jaren gekregen. Dat waren nog eens tijden, dames. Ik zei al dat het schokkend zou worden en toch, ja, ik heb dit niet kunnen opvangen. Sorry. Hun 8e kind, hun 7e zoon, is Frederik. En hun 3e kind, dat is Hendrik. En dan ontspint zich er weer een andere bijzondere liefdesgeschiedenis.
Frederik, dus de achtste, die studeert in Leeuwarden en daar is zij, Jacoba Gerarda Romein. En zij trouwen allebei. In 1861. Frederik is dan 24, Jacoba is 23 en zij krijgt dan natuurlijk niet meer de naam Jacoba Gerarda Romein, maar Jacoba Gerarda van Wageningen. En dit is de dame van Villa Rosorum. Maar dan slaat het noodlot andermaal toe. Frederik die sterft 9 jaar later. En dan is Jacoba slechts 32. Maar het is een struise friezin. Ze schijnt ook uit de dagboeken van haar vader gelezen te hebben. Het was nogal een pittige tante. En wat moet een jonge, doortastende vrouw op 32-jarige leeftijd, als zij alleen staat, terwijl zij weet, er zijn nog 10 andere erfgenamen voor mij. Ze trouwt met de oudste. Ze trouwt met de oudere broer van haar overleden man. Ze ruilt Frederik in voor Hendrik. En Hendrik is een goede catch hoor. Die is advocaat bij het provinciaal gerechtshof in Utrecht. Die is opgeklommen. En hier ziet u het provinciaal gerechtshof. Hier zit nu weer een restaurant in, multifunctioneel gebouw. U weet hoe dat met monumenten gaat. En hier ziet u nog een klein puntje van de Domtoren. Dus in de schaduw van de Domtoren in Utrecht op de hoek Hamburgerstraat, Korte Nieuwstraat, daar vinden we nog het gerechtsgebouw. Jacoba zit er goed bij. Ze heeft een advocaat gehuwd. En ze gaan ook verhuizen naar het Gelderse. Ze hebben verschillende huizen, landgoederen rondom Ede, Rhede, Renkum. En daar komt er nog wat bij. In 1895, dan erft Jacoba van een verre oudoom die Villa Rosorum aan de Amsterdamse weg in Arnhem. Het ziet er dan ongeveer zo uit. Er zijn inmiddels wat aanbouwing geweest bij de oorspronkelijke ontwerp van meneer Fromberg. Ze ruilen al hun huizen in en ze gaan natuurlijk, wie wil dat niet, in Arnhem wonen. Maar u raadt het al, ja, geluk en noodlot gaan hand in hand. Ik laat eerst even dit zien. Want ik heb op het hele internet en met alle familieleden waar ik mee contact heb gehad van de familie Wageningen, geen foto kunnen ontdekken van Jacoba Gerarda, totdat ik daar deze tegenkwam in het Gelders archief. Want kijk eens, hier staat een dame. En hier staat een dame. Nou, de techniek staat voor niets. Het blijft een vage vrouw. Maar dat was ze allerminst. Dit is het enige wat ik heb kunnen achterhalen van Jacoba Gerarda van Wageningen. Trotse eigenaresse van Rosorum. Maar ik zeg al, het noodlot staat toe, maar ze hebben dan inmiddels al een gerespecteerde leeftijd bereikt. En Hendrik sterft als hij 74 is. Jacoba is dan natuurlijk nog een stuk jonger en is 66. En, ja, meester Hendrikus Jetso Samuel Maurits van Wageningen, echtgenote van Jacoba Gerarda Romein, ja, in Arnhem overleden en dit is zijn grafsteen op Moskowa. En inmiddels hebben ze ook hun landhuis verfraaid. En dat kon natuurlijk ook omdat ze die andere villa's hadden verkocht. Maar u ziet het, Jacoba is nu zelf ook al 66 jaar. En in 1931, op de krachtige leeftijd van 92, kom daar maar eens om in de eerste helft van de 20e eeuw, sterft ook zij en wordt zij bij haar man begraven op Moskowa. En dit is dan één grafsteen zoals u die nu kunt zien op Moskowa. Wat is er nou zo bijzonder aan Jacoba van Wageningen dat daar die straat daar genoemd is? Het is natuurlijk zo dat ze eigenaresse was van Rosorum en van de landerijen die daaromheen lagen. Maar daarnaast was zij een goed, lief en doortastend mens. Want in haar testament in 1931 laat zij opnemen dat de villa wordt geschonken aan de vereniging Pro Senectute die daar een ouderenhuis gaat vestigen. Een verzorgingshuis voor vrouwen. Zij schenkt
haar villa, haar kapitaal aan een liefdadigheidsinstelling. Het gebouw wordt helemaal opgeknapt, uitgebreid en gerenoveerd door de... Dit moet een F zijn, zie ik. Daar staat Gerrit Veenstra, maar moet Gerrit Veenstra met een F zijn? Want hij is een bekende architect uit de eerste helft van de 20e eeuw. Heeft heel veel gebouwen hier in Nederland neergezet, met name scholen en zorginstellingen. Misschien dat Jan Vredenberg of Wim Lavoy hier eens een mooi monumentenboekje aan kan wijden. En zij schenkt dus haar villa aan deze vereniging. En het wordt een soort bejaardenhuis voor dames van de midden- en gegoede stand. En dat blijft het eigenlijk ook gedurende de Tweede Wereldoorlog. Maar inmiddels is op Heijenoord ook nodig aan de hand. Arnhem breidt zich uit. En dit is een van de vele uitbreidingsplannen die er rondom Heijenoord zijn gemaakt. En waarom heb ik deze gekozen? Omdat deze niet is doorgevoerd. Dit is niet uitgevoerd. Weet u nog wel, heel vroeger, er zou een haven komen, ook niet uitgevoerd. Maar wel prachtige tekeningen, prachtige plannen. Nou, dit is het bestemmingsplan, het uitbreidingsplan van Arnhem in 1916. Hoe moeten we deze lezen? Amsterdamseweg, Brouwerijweg, u ziet hier al wat huizen staan, Noordelijke Parallelweg, dus hier is het spooremplacement, het pleintje rondom de Tulpstraat, hè, gebouwd voor die spoorwegwerkers. En dit zou dan het nieuwe stratenplan moeten worden van Heijenoord, waar geen klap van terechtgekomen is. Er is wel een bijzondere aanduiding, en dat is dit straatje hier. Dat wordt genoemd de klim naar Rozorum. Dus hierboven, daar ligt de Rozorum, maar die is eigenlijk helemaal ingebouwd. Hier ligt tegenwoordig het dorp. Er zijn nog steeds kinderboerderijen, worden op dit moment appartementen gebouwd. Eigenlijk loopt, waar nu deze rode lijn is, loopt de huidige Veluwestraat. Dus dan ziet u al, van dit uitbreidingsplan is niets terechtgekomen. Hier lopen de Bremstraat en de Tormentielstraat en de Kalunastraat. Maar het is wel fraai om te zien dat er ook in deze tijd al heel veel plannen werden gemaakt, ja, die ook in de bureaukast bleven. ...1945, de oorlog is afgelopen. We kijken vanaf de Bremstraat neer op Rozorum. Hierachter loopt de Van Wageningenstraat. Want in dat hele uitbreidingsplan heeft die straat de naam gekregen van mevrouw Van Wageningen. Maar toen ik deze foto tegenkwam, dacht ik, die verdraaide slag om Arnhem, hè. Je kunt er ook niet omheen. Al ga je naar Jelsum in Friesland, dan ga je via Jellum in Friesland, via de Van Wageningenstraat naar de Amsterdamse weg, linksom of rechtsom, als je de archieven bestudeert, altijd die slag om Arnhem. Maar we kijken hieruit op Huizen Rozorum, wat in die Tweede Wereldoorlog was, het noodhospitaal was voor het diaconessenhuis. Dus dat werd ook nog daarvoor gebruikt. Daarna ging het weer in andere handen, het is een tijdje asielzoekerscentrum geweest. Maar we moeten vooral niet vergeten dat het hele gebied hier eigendom was van Jacoba Gerarda van Wageningen Romein, ja, die haar hele kapitaal wegschonk aan een liefdadigheidsinstelling en dat zij daarom de naam heeft geschonken aan een Van Wageningenstraat. Ik dank u wel. Binnen de tijd.